De tweede editie van SAMAP Matching Grant Facilities is vandaag virtueel gelanceerd. SAMAP biedt de mogelijkheid aan kleine en middelgrote boeren om op een competitieve en veilige manier de productie van gewassen te garanderen. De vereisten voor de Matching Grant Facilities zullen via het internet en diverse media worden verspreid. Dit laat minister Prelaat Seodien van Landbouw, Veeteelt en Visserij weten. Ondanks de COVID-19-pandemie zal er alles aan gedaan worden om belangstellenden te voorzien van informatie. We gaan zoveel als mogelijk naar de boeren toe, één. En we gaan meerdere teams installeren. De bereikbaarheid moet er zijn. Ten tweede, we gaan ook veel online, via social media, via televisie, kranten ook. Veel bekendheid geven aan het project, maar tegelijk ook aangeven van welke vereisten ze zullen voldoen. Er gaan formulieren ingevuld worden, maar natuurlijk gaat er een bijlage bij zijn waarin aangegeven zal zijn van hoe die vragen te beantwoorden worden. Ten tweede, we gaan ook onze mensen trainen in de diverse districten, in de resorten, met betrekking tot het invullen van die formulieren of de projecten die geschreven zullen worden. De trainingen zullen volgens Erik Ceballos, de Chief Technical Advisor van SAMAP, in kleine groepen worden verzorgd. Zo kunnen personen die geen toegang hebben tot het internet toch geïnformeerd worden. Even if we have COVID restrictions, our team is going to prepare special sessions in person at the district level. So perhaps instead of gathering 20, 30, 50 people, we will split the session in small groups of 5 people that come into a short interactive session with our technicians and our technical team. They get the assistance that they need. Another 5 people come after, and so on and so forth. So we are thinking creative modalities to ensure that those that don't have access to technology, to online accessing and so on, still have a chance to talk to us directly and that we have the chance to guide them directly as well. De eerste Matching Grant Facility vond plaats in 2019. Toen is gebleken dat de vereisten niet duidelijk zijn opgesteld voor de aanvragers. Dat wordt aangepast in de tweede editie. The main difference is that there will be changes in some of the eligibility criteria, in particular for the large grants, in order to make more open the possibilities of partnering between agro-processors, agro-businesses without growers, for example. There are also changes to the templates. The templates are different. We are making it more friendly for the users, but also providing more additional information. So the farmers will really need to collect this information. Do not use the old ones from the first call because they will be rejected. Minister Prelaat Seodien is voornemens om meer mensen in aanmerking te laten komen voor een grant. Ook personen die de vorige keer niet zijn ingelood komen aan bod. Met die groep zijn er intussen afspraken gemaakt. Bij de eerste waren er allemaal ongeveer 60 mensen die aanmerking zijn gekomen voor het small grant. Als ik goed heb, 2 of 3 voor de large grant. En het moet nu meer. Het moet meer zijn. Dus een mensen die zijn uitgeselecteerd, we hebben deze overeenkomst met hen getekend. En de goederen waarvoor zij aanmerkingen moeten komen, die worden nu ingekocht. Die moeten nog komen. En we hopen ze binnen een paar maanden hier te hebben. Dus om te praten over een echt succes, kan ik nu even niet beoordelen. Het proces is nog gaande. En misschien kunnen we over een paar maanden die vragen wel op een veel betere manier beantwoorden.